Hallootjes, vandaag gaan we weer heerlijk verder met Palia. En ondertussen heb ik Palia al best wel veel gespeeld. Dus ik ga snel in de wereld van Palia, zodat ik aan jullie kan laten zien hoe ver ik ben. Nou jongens, ondertussen is er best wel veel gebeurd. Ik heb best wel veel gegrind, om het zo te zeggen. En ik heb best wel veel gebouwd. Maar ik heb nog een quest die ik heel graag samen met jullie wil doen. Want als ik die quest complete, dan krijg ik volgens mij een glider. En dat betekent dus dat ik gewoon hier van deze berg af kan vliegen. Oeh, hallo dear. Maybe I'm gonna kill you. De vorige keer wist ik bepaalde dingen ook niet. Zoals nu heb ik een boog geëquipt en ik kan ook andere dingen equippen. Maar ik wist niet hoe ik dan niks in mijn handen kon houden. Maar als je dus simpel X drukt, dan heb je dus niks meer in je handen. Dus dat is best wel fijn om te weten. Maar ik ben ook achtergekomen dat als je op C klikt of op I, is dat je dus je menu'tje opent. En hierin kun je dus kijken hoeveel geld je hebt, hoeveel Renown tokens je hebt. En dit zijn dus volgens mij Palia coins, aka echt geld coins. En hier, dit is je backpack. En zoals je ziet, heb ik al één geupgrade. Die kost gelukkig maar 500 gold. Dat is nog redelijk te betalen. Maar als je dus de tweede upgrade wil halen, ben je dus 5000 gold kwijt. Maar ik zou zeggen, heb je 500 gold, doe alsjeblieft de upgrade. En dat doe je bij Ezekiel Store. Dat staat hier inderdaad ook. En dat is gewoon echt super chill om te hebben. En hier zie je dus wat voor level je bent met wat voor skills. En de skills die je hebt, dus fishing, cooking, gardening, mining, furniture making, foraging, bug catching en hunting. Ik weet nou niet precies waar bombs omhakken bij hoort. Bij welke skill. Want dat kost wel renown pointen. En de vorige keer wist ik niet zozeer waar cooking van pas kwam. Maar nu weet ik dat dus wel. In de meeste game heb je cooking nodig voor je honger. En je honger is een soort van je held. Maar dan komt dat er vaak combat in zit. En in deze wereld zit natuurlijk helemaal geen combat systeem in. Maar een renown systeem. En je renown, dat zie je linksboven in de hoek staan. Daar gaat dus naarmate je dingen verzamelt. Dus stel, kijk, nu zie je hem best wel vol zitten. Maar als ik het hertje kill en ik raap het op, dan zie je de punten van afgaan. En dat betekent dus dat je een soort van energy kwijt bent. Dus alle acties die in de wereld gedaan worden, kost energy. Ook als ik bijvoorbeeld deze koper wil minen. En als die energy op is, dan heb je dus gewoon voedsel nodig om dat te restoren. En je hebt het dus ook echt nodig om XP levels te krijgen. Want anders kun je niet meer verder levelen in een bepaald gebiedje. Dus je kan alles verzamelen om het vervolgens te verkopen of te gebruiken. Alleen je krijgt dan geen points in je skilling. En dat is best wel jammer, want hoe hoger je komt in een bepaald level, hoe betere items je daarvoor kan gebruiken. En je unlockt natuurlijk weer nieuwe dingen. En wat ook heel fijn is, je hebt geen fall damage. Dus je kan gewoon door de hele wereld kun je heen springen en jumpen. Want je gaat niet dood, dat is echt super chill. Maar die glider is dus handig. Want dan denk je van, ja, maar waarom heb ik dan een glider nodig? Als ik toch geen fall damage krijg. Die glider zorgt ervoor dat je sneller ergens beneden bent. Want je glide, net zoals als je misschien Minecraft kent op de Elytra, dan glide je gewoon veel verder over de hele map heen. Maar ik wil je heel graag mijn huisje laten zien. Ik heb mijn huisje namelijk geüpgrade. En ik heb geen tent meer, maar ik heb echt een huisje. En ik heb best wat items en crafting items staan. En ik wil natuurlijk even mijn inventory legen. Dus ik ga mijn huis even aan jullie showen. Oeh, ik heb weer 756 gold gekregen. Dit is dus eigenlijk zo'n crate, wat je ook heel vaak bij Stardew Valley hebt, waar je dus je items kan verkopen. En als ik hier bijvoorbeeld vlees verkoop, dan zie je hier hoeveel geld kan krijgen. En de shipping heeft dus ook echt een tijdslot. En eigenlijk gaan hunten voor geld. Dus in principe kan ik dit wel verkopen. Dus nu kan ik 212 gold krijgen over pas 20 minuten. Ik moet zeggen, het spel is wel echt op tijd gelokt. Bepaalde dingen kun je het beste in de avond gewoon aanzetten en dan de volgende dag keer dan gewoon het gebruiken. En zoals nu is het avond in het spel, dus heel veel villagers lopen te slapen. Dan kun je dus niet bereiken. En voor mijn quest, voor de glider, moet ik met Najuma praten. Maar die ligt waarschijnlijk niet te slapen. Maar dit is mijn huis. Hier zijn allemaal crafting stations. Ik heb een loom, ik heb een groot smelter, kleine smelters. Een houthakmachine. Kijk, en hier is allemaal klaar met plankjes. Dus die doe ik allemaal in de chest. En dit zijn mijn plantjes. En dan moet ik even onkruid harvesten. Deze moet ik nog water geven. En het is grappig, want de vorige keer heb ik dit dus niet laten zien hoe ik hier allemaal kom. Dus het is in één keer echt super veel. Maar ik kan nu wel laten zien hoe je doet harvesten. Dat is best wel grappig. Ik heb hier sowieso een make seed. Wat is het? Crafting table. En dan kun je dus met alles wat je hebt, kun je dus zaadjes creëren. En zoals je ziet heb ik dus nieuw cotton seed gemaakt. En ik heb zoals ik hierin al zie al tomatenzaadjes. Maar die duren dus super lang. Zoals hier zit twee tomatenzaadjes. Kost dus twee tomaten. En dat is logisch voor tomaten. Want tomaten die kun je meerdere keren harvesten. Maar die kost dus al 42 minuten. Dus die heb ik echt gewoon een keer in de avond laten aanstaan. Of een keer in de ochtend. En dan dat ik de rest van de dag bijvoorbeeld niet meer bij het spel kan komen. Maar ik weet dat ik katoen nodig heb. Dus misschien dat ik katoen even moet planten. En tomaatjes weer. Kijk, en nu ben je een soort van de grond klaar aan het maken om te planten. Het is echt heel gek. Normaal doe je gewoon recht een muisknop en het is klaar, zeg maar. Het is op zich best satisfying. Het heeft wel wat. Zo, nou zijn deze klaar. En dan heb ik mijn zaadjes nodig. Doe je eigenlijk gewoon één keer linker muisknop. Dan activeer je soort van de zaadjes.
En dan kunnen ze planten. Tomaten heb ik nodig voor mijn soepgerecht. En op zich is de tomaten heel handig en fijn om te hebben, omdat je ze niet elke keer opnieuw hoeft te planten. En die katoenen heb ik natuurlijk dan nodig voor die fabrics te craften. Goed, dan stop ik die allemaal in de chest. Het is op zich wel grappig, de chestmethode in deze wereld is gewoon overal een chestplaats zit ook gewoon alles in. Dus je kan niks sorteren soort van. Behalve bij die machines van het hout en van die irons. Daar moet je ze wel echt in plaatsen. Weer dan makkelijk bij komen. Maar dus nu plaats ik dit gewoon even hierin. En nu ga ik de plantjes water geven. Even kijken. Je moet best wel werken hiervoor. Het is dan ook grappig omdat het heel erg op tijd zit. Je moet ook vaker wateren. En volgens mij kan het niet verder groeien als je een bepaalde stadium niet hebt gewaterd. Dus daar moet je ook echt goed voor uitkijken. Zo, alle plaatjes hebben water. Oh ja, dat wist ik trouwens ook. Maar nu zie ik dus hoe het werkt. Met farmen, crops geven bepaalde stads af. Even zo gezegd, tomaten houden de groenten eromheen, houden ze meer bevochtigd. Dus dat zie je ook bij de katoen staan, water retain. Maar katoen geeft dus een soort van quality boost af weer aan de andere plant. Dat zie je dus weer bestaan boven de tomaten. Dus eigenlijk moest ik die in rijen neerzetten. Dan geven ze elkaar super veel boost. Dus dat moet ik eigenlijk de volgende keer doen, omdat ik puur een katoenenrij doe, een tomatenrij, dan weer katoenenrij, et cetera. Dat is op zich best wel slim. Ik heb eigenlijk alle recipes, craftdingen heb ik buiten neergezet. Ik vond het namelijk niet zo mooi in mijn huisje. Dus ik heb hier echt mijn dingen staan. Tada! Dan moet ik zeggen dat ik er misschien best wel wat dingen heb neergepleurd. Zoals deze kisten. Die kisten vind je over de wereld, maar het zijn sierkisten. Het zijn geen werkende kisten. Maar je kan dus vissen. Nu kun je huisje neerzetten. Maar ik kan hiervan alleen de best quality insecten en vissen plaatsen. Ik ben nog nooit eerder een roze lieve heersbeestje keverachtig iets tegengekomen. Dus ik was heel blij dat ik hem had. Hij was ook best veel geld waard. Volgens mij 200 nog wat. Maar ik wil hem niet wegdoen, want ik vind hem gewoon vet. Dit is wel crafting stations. Dit is allemaal voor koken. Maar dat vind ik ook leuk. Moet natuurlijk in je huisje. En zoals deze decoratie hier. Die heb ik gewoon gekocht. Want ik wil ook gewoon graag heel graag dat ding hebben. Vond ik heel mooi. Theekopjes heb ik ook gekocht. Vond ik ook super cute. Ik heb het boekenkast heb ik wel gemaakt. Gecraft. Maar er was dus één plank vrij. Dus die plank. En daar heb ik dus ook een insectje in zitten. En ik heb een bloemetje neergezet. Die kreeg ik dus ook van een villager hier. Maar dit is mijn huisje. En als je een upgrade wil halen, ben je dus al 5000 kwijt. Of 8000. En ik wilde die eigenlijk wel gaan halen. Maar eigenlijk is het geld. Het verzamelen hierin nog best wel moeilijk. Ik heb in ieder geval genoeg arrows. Dus misschien kunnen we even gaan hunten weer. Maar ik heb mijn tools dus ook al geüpgrade. Ik heb dus een axe. Dan kan ik grotere bomen omhakken. Maar die moet je dus alleen wel repairen. Dus dan moet je wel rekening mee houden. Daar heb je ook weer items voor nodig. Maar even kijken. Volgens mij slaapt iedereen nog. Ja. Oeh, Ashura is gewoon. Die slaapt nooit die keer. Maar ik loop alvast naar een ander gedeelte toe. Want dan kunnen we ondertussen misschien wat hertjes nog mee killen. Maar je kan trouwens ook teleporteren. Dat laat ik wel even meteen zien. En dat doe je bij de stallen. En hier heb je dus zo'n bord staan. Er staat dat ik selected destination. Het kost wel wat geld. Maar als je meteen doet hunten of bugcatching doen. Heb je een neventiek. Heb je het al meteen bij één zo'n dier. Heb je het er al uit. Go home is daar ook heel handig. Als je heel ver ergens bent. Dan moet je even naar zo'n punt toe lopen. En dan kun je dus gewoon terug tp'en. Sinds kort ben ik dus hier achtergekomen. En doe ik dat alleen maar. Want voorheen deed ik echt lopen. En dat doet best wel lang. En dan heb je op je map. Heb je nog een return home button staan. Maar daar zit een cooldown op. En die 10 coins vind ik dan op zich nog wel waard om dat gewoon te doen. Want 9 van 10 keer haal ik dat er gewoon instant al eruit. Vooral met in bucketjes ben je al vaak. Nou, sterker nog, als je een plantje vindt in het wild van foraging, zijn vaak al 13 coins waard. Dus dat heb je er al gewoon uit. Ik heb afgelopen week namelijk gestreamd met Palia. En toen kwam ik in de wereld. En toen zat ik letterlijk vast in steen in de grond. Het was heel fijn om returning home te doen. Want ik zat dus gewoon stuk. Dus ik denk dat daar eigenlijk een beetje de returning home voor is. Maar je kan die stables, hier zie je dus Central Stables. En hier zie je ook een stable ticketje staan. Dat zijn dus eigenlijk teleport locaties. Dus stel je bent hier ergens, dan moet je dus eigenlijk naar die hoefijzertjes gaan. En dan weet je zeker dat je overal heen kan teleporteren. Ja, we moeten toch wat dingen verzamelen. Dus we gaan gewoon even lekker lopen. Oh, maar het blijft echt zo'n mooi spelletje. We zijn weer in de tweede map aangekomen. Of in ieder geval de wereld die er langs ligt. En deze ook zo mooi. Vooral met die ochtendglow. It's pretty. Oh, ze is wakker. Nayumi is wakker en Hodari is ook wakker. Ze vroeg vogels. Want het is pas 4, bijna 5 uur in de ochtend en die mensen zijn al wakker. Heb ik alles zo... Oh, ik kan een fine pick maken. A fine pick from mining minerals from the land deals more damage than standard pick and mine iron. And... Oeh. Maar hier zie je dus hoe duur elke keer alles wordt als je dus dingen wil upgraden. Want zoals hier ben ik net level 6 geworden, dus daarom kan ik die dingen denk ik unlocken. Maar op het algemeen heb je het allemaal nodig, dus ik denk dat ik het doe. Op een gegeven moment heb je het toch allemaal nodig. Dan ben ik wel weer meteen al mijn geld kwijt, want ik was geld aan het verzamelen voor de uitbreiding voor mijn huis. Maar dat gaat niet meer lukken, want elke keer ga ik level up met dingen en dan wil ik het toch maar weer kopen. Nee, op het moment dat ik even wegliep en wat we er weer gekocht heb, is Nayumi gaan slapen. Oh no.
Dan moet ik dus wachten op haar weer. En bij haar moet ik dan juist die quest completen. We gaan wel vissen. Misschien dat ik nog een mooie nieuwe vis kan vangen. Die ik samen bij mijn kooi kan neerzetten. Hoppa. Volgens mij moet ik hier ook nog een keer upgrades van halen. Voor mijn fishing rod. Daar heb ik namelijk ook nog niks voor gedaan. Deze vis heb ik al één keer eerder gehad. Dit is volgens mij een donkere kooi. Oeh. Een kante curious kooi. Ja, die heb ik al een keer eerder gehad. Hier moet ik een perfect van hebben. Zodat ik die samen bij mijn andere kooi kan neerzetten. Oh, maar look at this graphics. Het is echt amazing. Jezus, deze vis is wild, man. Oh, het is een zee aan het slapen. Volgens mij kun je alleen maar perfect catches krijgen met vissen als er zo een fishing pool hier zit. Soms heb je van die cirkeltjes in het water. Daar kun je volgens mij alleen maar beste vis uit krijgen. Oké, okay, slaapt zij overdag? Dan ga ik gewoon even meteen minen. En ik mis. Maar we gaan even naar het water toe. Want aangezien Naya toch nog aan het slapen is... Dan gaan we gewoon even lekker bij het water kijken. Want dan kun je krabben vangen. Dat is op zich best langer. Kijk, daar heb je al een krab lopen. En dat is een paarse. Oh, daarachter heb je een glitterende paarse. Die wil ik hebben. Die kan ik in mijn huisje plaatsen. Want die glinstert. Echt, alle beestjes die glinsteren. Die zijn qua insecten. Oh, een sterretje. Kijk. Oh. En die is al 69 gold waard. Maar die is heel vet om in mijn huis te hebben. En dan kan ik normale hebben. En die kan ik dan weer verkopen. Oeh, I like it. Een oester. Oh, daar kan ik dingen mee kopen, volgens mij. Nog een krab. Dan ik catch them all. Nou, is alleen mijn eten. Of mijn points zijn weer bijna op. Dus ik moet mezelf even voeren. Wat is coral? Hoeveel is coral waard? Oh, is dat 24 gold waard? Kijk hoe amazing dit is. Ik kan gewoon een beetje krabben vangen hier. Even kijken. Heb ik nog een speciale plantje die ik heb komen samen? Dit is volgens mij wel foraging. Ja, het gaat van mijn punten af. Dat is foraging points. Maar die leveren hier wel echt snel mee op. Oh, hallo meneer. Ik zag hem niet eens. Oh, nog een ster. Oeh, in één keer. Nog een ster. Nee, niet rennen. Dit is echt een amazing. Oh, no, don't go. Nee, deze is echt sneaky. I want you. Don't you dare. Dit is echt een stummer, man. Hè? Dan heb ik al die anderen weggejaagd waarschijnlijk. Oeh, daar heb ik er nog wel één. Deze is ook als een stubborn. Hoe trekt hij zijn gezicht doen dan of zo? Oh, blijkbaar wel. Ik heb er nu 4 en dan heb ik 184. Waarom ben ik hier niet eerder naartoe gegaan, joh? Oh, mijn inventory zit helemaal vol. Oepsie. Nou, snel door naar de quest. Dat anders dan... Hallo, Najuma. Oké, je moet een glider. Oh, ja. Lekker like bird. Several plank, fabric en leather. Nou, dan moet ik wel teruglopen. Want ik heb hier geen bordjes bij de hand. We moeten even naar een bordje toe lopen. Maar is dat dan niet even ver als ik naar... Ah, valt mee. Valt mee. Denk je nog sneller mee bijna dat ik helemaal terug ga lopen? Zo. So, stables, fast travel, go home. Yes, please. Oeh, mijn ship ik ben dus ook al. Dan kan ik deze ook meteen verkopen. En deze plaats ik in mijn huisje neer. Oh, dan heb ik in ieder geval weer 1000. Dus ik heb hier ongeveer mijn investeringen van net ongeveer weer bijna terug. Oeh, laat ik die maar gewoon doen. Ik denk dat ik die wel nodig heb. Dan gaan we onze krab plaatsen. Ik ben heel benieuwd hoe dat eruit ziet. Hij heeft wel een heel klein hokje. Ach, gossie. Ik denk dat ik hem maar hier neerzet dan. Ik wil eigenlijk een huisje maken. Zo'n kamer met volledig aquarium. En die insecten, dat lijkt me echt heel vet eigenlijk. Oké, maar wat had ik nou nodig? Ik heb fabric, leather. Hallo daar, nu Jama. I brought this plant for the glider. Oh, ik heb een glider. Let's go. Oh, ik heb hem al aan. Tap the jump button while falling the glider. Glider must be quick. Kom, we gaan proberen. Ik heb hier al meteen een mooie heuvel. Oké, jongens, daar gaan we. Oh, dit is amazing. Ik heb het gewoon ook in één keer gelukt. Hotstikke idee. Oeh, maar dit is leuk. Dit is best goed. Oh, dit was echt. Dit had ik wel echt al veel langer nodig. Ook met hunten en zo. Maar goed, ik heb de glider. Die wou ik echt al heel lang. En ik kwam maar niet op welke quest ik nou moest voltooien. En toen had ik de quest eenmaal. Toen dacht ik, nou, dat is helemaal top om natuurlijk verder te gaan met de video. Vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal, zodat je meer gameplay video's kan zien. En vergeet deze video ook niet te liken. Daar help je me enorm mee. Check vooral ook deze video uit. Ik speel ook heel veel Planet Zoo. Dat doe ik op verschillende streams. Ook van op Twitch. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Doei doei!